Onverdraagzame mensen die gaan altijd in de buurt wonen van een kleuterschool of van een crèche. Om dan te kunnen zeuren. Oh, die kinderen met hun kattengejank, dat is om gek te worden. Was nochtans, allez, spelende kindertjes, dat is toch het mooiste wat er bestaat in de wereld. Ik hoor dat graag. Ik heb dat opgenomen van door mijn slaapkamerraampje, 6 uur 's morgens. Nee, ik heb zelf ook al 3 kinderen. En goh, als je eerste kindje komt, zo, ja, je wordt gek. Je weet niet wat er gebeurt. Ik wist zelfs niet hoe mijn vrouw zwanger geraakt was. En, alleen, ik was het kinderkamertje aan het verven. Ik stond zo op een laddertje met zo'n rolletje het plafond aan het verven. En ineens staat mijn vrouw in dat kinderkamertje. Mijn water is gebroken. Ik zei, hoe kan dat nu? Ik wist niet dat dat zo hard kon vriezen in een vrouw haar foef. Ik wist dat niet, hè. Wij in volle paniek naar het ziekenhuis. En op 1, 2, 3 lag ik op dat kraanbed en mijn vrouw moest mijn hand vasthouden. Wat was er gebeurd? Van het schrikken had ik dat trapladdertje ingeslikt. Ja, en dat was in mijn buik opengegaan. Ik weet wat een stuitligging is, hoor. Oh, ja. 4 uur heb ik liggen persen eer dat ik genoeg opening had om dat trapladdertje eruit te krijgen. Frap, dat ladderje eruit. Ik spring van dat kraambed. Eindelijk. En die gynaecoloog. Nee, leg er u terug op. De nageboorte moet nog komen. Ja, dat bakje verf en dat rolletje. Allee. Dan sprong mijn vrouw op dat kraambed. En wat een kind. Dus, ja, die kunnen dat beter, hè. Die kunnen dat beter. Goh, laatst heeft mijn vrouw iets meegemaakt. Je kunt het haast niet geloven. Ik zat in Holland te spelen. En mijn vrouw was thuis aangerand door 2 homo's. Waar gaan we naartoe met de wereld? En er stonden 2 homo's aan de deur te bellen. Tok, 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 tok. En mijn vrouw doet open. Ja, dag jongens. Pst. En ze werd meteen in slaap gespoten, bewusteloos. En 2 uur later werd ze wakker en meteen gecheckt. Maar er was niks gebeurd, niks gebeurd. Maar die ene homo had haar haar helemaal anders gecoiffeerd en die andere had heel ons interieur herschikt. Andere gordijnen, een andere tafel. Buiten naar een wiel. Ja, kindjes. Ik ging met mijn dochtertje, als ze nog heel klein was, een keer gaan wandelen en we kwamen een tweeling tegen. Maar ja, kinderen weten niet wat dat is. Kijk, papa, die rijmen. Ja, dat zat er tichtste bij. En dan zo, papa, kende jij de kleur van een scheet? Nee, onzichtbaar bruin. Waar slaat dat op? Waar slaat dat op? Papa, zou jij graag een kikker zijn? Nee, blijf dan een dikkop. Allee. Zo flauwekul allemaal. En mijn zoontje moest toen voor Vadertjesdag zo een cadeautje maken. Hij zat daar aan de keukentafel te prutsen. En ik zei, wat is het gaan maken? Een draagbare. Ja, maar een draagbare wat? Maar ik weet het nog niet. Ik heb alleen nog maar een handvat. Een paar jaar later, als ze dan in de school zitten, mijn zoon moest voor de les geschiedenis een dvd bekijken over de Tweede Wereldoorlog en ze moest daar dan een stukje over schrijven. Zeg, pa, waar gaat dat over, zeg, die Tweede Wereldoorlog? Pff. En ik zo, wel ja, de Duitsers en Hitler hadden ons aangevallen, het was oorlog, hè. België, Holland, Frankrijk, maar de Amerikanen, de Engelsen en de Russen hebben ons geholpen en ze hebben de Duitsers teruggejaagd en Hitler was dood. Ja, nu vertelt je het einde. Ja, nu is hij al wat groter. Nu moet hij gaan studeren ergens op een kamertje in Gent. En laatst zo... Zeg, pa, waarom moet ik studeren? Mijn vrienden die zitten allemaal op café te drinken en zich te amuseren met de meisjes. Zeg, ja, jongen, je moet studeren, dan behaalt je diploma. Maar wat kun je daarmee aanvangen met een diploma? Maar ja, dan vind je interessanter werk en verdient je meer geld. Ja, maar als je in België veel geld verdient, moet je toch belachelijk veel belasting betalen. Voor wie is dat dan? En voor die jongens die op café zaten, hè, toen dat jij aan het studeren werd. Ja, ik heb veel fans tussen de kinderen. Zitten er hier kindertjes in de zaal? Ik hoor jullie niet. Ik hoor jullie nog niet. Ik had jullie van de eerste keer al gehoord. Zitten er hier pedofieltjes in de zaal? Ah, daar zit er hier. Ja. Ja, die mannen hebben een hoog stemmetje om met die kleine gasten te kunnen chatten. Hè. Ja.
Zeg, wel, speciaal voor de kindjes ga ik een kinderlieke brengen. Maar er zijn tegenwoordig zoveel jonge ouders die ook fan van mij zijn, maar die gebruiken hun kleine als alibi om bij mij thuis binnen te geraken. Ja, die staan dan aan mijn deur, hè. Tok, tok, tok. Allee, ik heb een belletje en dat zegt tok, tok, tok. Dan denken die dat er iets aan hun vingers scheelt. Hè. Allee, ik doe een open. Ja, wat is het? Oh, Irvanus, onze Jeremy, die steken zot van u. Van s'morgens tot s'avonds, die dan Irvanus van hier, Irvanus, de ganse dag is dan uw liekes en uw strips. En die klein... Dat is niet waar, geile zegt dat. En dan die moeder zo de kop... Maar Jeremy, je ziet ook dat dat een echte Irvanus is. En... Dat is niet waar, dat is Irvanus en een opa. Genant, hoor, genant.